Onlangs heeft Woerden Marketing haar visie voor 2019 tot 2022 gepresenteerd. Vanaf 2012 is er actief ingezet op de promotie van Woerden. Het eertijds ontwikkelde merkpaspoort is de hechte basis waarop de visie van Woerden Marketing is gebaseerd. Kitty Kusters, jullie hebben kort geleden hebben jullie zeggen, de City Marketing visie 2019-2022 gepresenteerd. Uh, Voordat we daar aan beginnen, jullie hebben een merkpaspoort in de tijd geïntroduceerd... Hoe kom je nou van dat merkpaspoort naar die doelen toe? Nou, dat is eigenlijk een beetje een verhaal, dus als je even de tijd hebt. Want uh, je hebt hem hier in je hand, dus ik ga hem er ook even bij pakken. En dit, uh, dit is het merkpaspoort. En uh, dit merkpaspoort is eigenlijk niets meer en niets minder. dan het DNA van woorden. wat we eigenlijk hebben weten vast te leggen in drie hele belangrijke kernwaarden. En dat is in dit geval dus ook het groene hart. Het historische hart en het kloppende hart. Dat is eigenlijk wat woede is en waar woede uit bestaat. Ons DNA. En als je nou uiteindelijk gewoon daadwerkelijk start met uh, het profileren van je stad of je gebied, of je... Uh, maakt niet uit wat je dus ook wil doen, dan zul je eerst moeten zorgen dat je een positionering maakt. Een goede, duidelijke positionering van jezelf. Wie ben ik? Waar besta ik uit? En waar, hè, waar blijkt dat dan uit? De city marketing visie. 2019-2022. Inderdaad. Wat zijn de belangrijkste doelstellingen daarvan? Nou, we hebben eigenlijk vijf hoofddoelen geformuleerd, uh, waarvan wij denken dat de toekomst eigenlijk uh, gaat brengen. He, ook gezien een beetje de trends en de ontwikkelingen die de bezoekers ons eigenlijk uh, aangeven. Uh, we gaan in ieder geval een beetje meer van lokaal naar regionaal. He, want lokaal zijn we uh, goed op orde. En dat betekent natuurlijk dat we die regio ook nodig hebben. En als bezoekers hier komen, dan is het heel erg leuk om anderhalve dag, twee dagen in Woerden te toeven. Maar daarna willen we ze natuurlijk ook hier laten blijven overnachten. En dan hebben we die regio nodig. Ze werken eigenlijk nauw samen met regio Utrecht, regio Groene Hart en ook nog een regio-project met vier gemeentes voor de Cheese Valley. Dus we zijn eigenlijk op dit moment heel erg mooi regionaal bezig. Dus dat is eigenlijk hoofddoel 1. Het tweede hoofddoel is dat we internationaler gaan. We hebben de afgelopen tijd heel erg ingezet op de nationale markt. Ook dat stukje is eigenlijk goed op orde. En nu gaan we een stapje verder. Nu gaan we de internationale markt bewerken. Dat doen we ook in samenwerking weer met de regionale partijen. Hebben afgelopen week in Gent op de beurs gestaan. Hebben afgelopen twee, twee weken geleden in Antwerpen op de beurs gestaan. En gaan dus ook nog naar Duitsland op de beurs staan. En daarmee gaan we onze buurlanden, in dit geval als internationale partij... ook bewerken om deze kant op te komen. Je gaat niet bijvoorbeeld naar New York toe? Nee, dat soort dingen is net eventjes een brug te ver. We moeten ook gewoon wat dat betreft eerlijk zijn. Nieuw Amsterdam is dat, hè? Het is, ja, oké, okay, zo kan je het zeggen. Maar we moeten uh, in dit geval ook niet een te grote broek aantrekken. Hè? We zijn en blijven woorden. En we worden heel groot door juist klein te blijven. Maar juist dat kleine wat wij kunnen bieden... Is authentiek en is heel gezellig en sfeervol. En dat willen we met name ook zo behouden. Het nou, derde doel is uh, 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 regionale VVV-concept uh, uh, uitrollen. En eigenlijk uh, met name op het gebied van excellente gastvrijheid. He, want buiten het feit op dat je marketingmiddelen inzet om ervoor te zorgen dat je bezoekers onze kant op krijgt, zul je ze ook op een gegeven moment ook gewoon moeten ontvangen. En zorgen dat je ze de juiste informatie meegeeft. Dat doen we door onder andere een fysiek VVV-punt. Daar sta je dus nu in, in het VVV-punt. Maar dat willen we ook verder uitrollen in het Groene Hart. En werken daarmee samen met VVV Alphen, Montfoort, eh, VVV Boskoop, VVV Apkoude en Nieuwkoop in dit geval. En daarin willen we ook nog een uitbreiding. Want we gaan ook richting Bodegraven kijken of dat we daar ook weer wat kunnen doen. Dus excellente gasvrijheid zetten we ook op in op de komende jaren. Het volgende doel is uh, het stukje kunst en cultuur. Wij vinden eigenlijk dat dat in de afgelopen jaren enigszins onderbelicht is geweest, en we gaan nu kijken of dat we dus kunst en cultuur wat meer in de etalage kunnen zetten. Uh, Hoe? Nou, uh, we willen natuurlijk meer informatie hebben van diegenen die daar verstand van hebben, want. Ik doe, niet aan, ja, ik doe wel aan cultuur, maar ik ben er niet van. Ik ben van de marketing. Dus uiteindelijk wil ik heel graag dat uh, de mensen van uh, de cultuurpartijen ons de info geven die wij nodig hebben. Zodat wij het weer kunnen etaleren. En eigenlijk ook gewoon kunnen vertellen van wat zijn nou de, de mooiste pareltjes in woorden qua cultuur en qua kunst. En hoe kunnen we dat dan ook het beste neerzetten voor de bezoekers om deze kant op te komen. En dan woedense cultuur en die kunst ook te komen bekijken. Dat is dus ook een onderdeel. Ik vind het een prachtige totaalvisie. Ja, het is ja. inderdaad een hele mooie visie, dat klopt. En uh, daar zijn we dan uh, de komende tijd ook best wel druk mee bezig. We gaan ook echt onderzoeken in hoeverre we de, de zaken gewoon goed uh, strategisch kunnen neerzetten. En zorgen dan ook dat we elk jaar daar ook een mooi projectplan voor neerleggen om dat dan weer op te volgen en uit te voeren. Wie oh, leg je dat projectplan voor? Uh, sowieso voor ons intern. Hè. We schrijven dat sowieso voor onszelf op om te, om te weten welke projecten gaan we dit jaar weer allemaal doen. En elk jaar maken we ook een marketingprojectplan die we voorleggen bij de gemeente. Omdat het wel allemaal in samenspraak is met de gemeente. En uh, logischerwijs ook onze ondernemers, onze stakeholders, le leggen we het voor dat wij het ook met hen samen doen. We kunnen het niet alleen hè. Klinkt goed. Kitty Kassers, hartelijk dank. Graag gedaan. Woerden Marketing is een heel belangrijke samenwerkingspartner van de gemeente Woerden. Het jaarlijks marketingplan wordt in samenspraak met de gemeente Woerden tot uitvoering gebracht.